Hey lieve kinderen, daar ben ik weer met het laatste nieuws vanuit het kasteel. Wij gaan proberen om contact te leggen met Sleutelpiet om hem te vertellen waar de sleutel van de stal is gebleven. Joehoe! Sleutelpiet! Hoi Annelee! Wat ben je sip? Zal ik proberen om jou een beetje op te vrolijken? Alleen als je de sleutel hebt van de stal. Kijk, die heb ik! Joepie! Ik zag hem liggen en ik vond hem zo mooi. Maar toen vertelde Annelien dat hij van jou was en dat je heel verdrietig om was. Joepie, de sleutel van de stal! Joepie, Yes! Sleutelpiet is weer blij. Pietinootje, jij wilde toch iets vragen aan Sleutelpiet? Ja, Sleutelpiet moet even wat voor me ophalen. Dan ga ik ondertussen Sinterklaas halen. Wat zou Tinootje van plan zijn? Wij gaan snel terug naar het kasteel. Hey Sinterklaas, kom eens hier. Ik heb iets moois voor u. Dan gaat u nog sneller over de daken. U moet even meekomen. Ik heb iets moois voor u buiten. Dan gaat u nog sneller over de daken. Kom. Zo. Dankjewel, Tinootje. Ik hoop dat u de verrassing leuk vindt, Sinterklaas. Ach. Kijk. Och. Tinootje, wat een prachtige auto. Maar dat is toch veel te groot en te duur voor pakjesavond, Tinootje. Oh, het is ook niet voor pakjesavond, Sinterklaas. Oh, nee? Nee, die auto is voor u. Voor mij? Ja, u moet een beetje met uw tijd meegaan. Ja. En daar past uw paard natuurlijk niet meer bij. Al die uitlaatgassen van o zo snel. Nou, dat moet ik eens van dichtbij bekijken, Tinootje. Wat een prachtige auto, zeg. Mooi, hè? Ja. Ach. Wat is dat schitterend, zeg. Och, wat mooi. Maar, ik vertrouw toch liever op mijn eigen 1 pk, Tinootje. 1 pk? Ja, 1 paardenkracht. Mijn eigen o zo snel. Dus, oh. Ja, helaas. Dag, Sinterklaas. Dag, Tinootje. Dat was leuk geprobeerd van Tinootje. Een super deluxe auto in plaats van o zo snel. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Zoals jullie zien, heb ik inmiddels bezoek gekregen in de studio. Huispiet, wat ontzettend fijn dat je er bent. Nou, wat fijn Annelien dat ik bij jou in de uitzending mag komen. Voor Pieten maken we natuurlijk altijd tijd. Wat kan ik voor je doen? Nou, zoals je weet krijgen de kinderen elk jaar heel veel cadeautjes. Maar ook heel veel snoepgoed. Ja. Oh. Pepernoten, marsepein, kruidnootjes. Ja. Oh, ik krijg echt spontaan zin in een chocoladeletter of zo, als je het daarover hebt. Ja, lekker hè? Ja. Alleen, de tandarts die vertelde wel, klein minpuntje, dat de kinderen wel goed hun tanden moeten blijven poetsen. Nou ja. Ja, daar zeg je wel wat. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijke boodschap. Misschien is het een idee om eventjes in die camera daar te kijken. Die? Ja, die. Ja, okay, die. Ja. Dan kan je het heel goed en duidelijk aan alle kinderen vertellen. Mag ik nu? Ja, ga maar. Okay. Doe maar. Hallo, alle lieve kindjes. Hier Huispiet. Ik heb een belangrijke boodschap. Want jullie krijgen elk jaar heel veel lekkers in jullie schoen van ons. Maar het is ook belangrijk om goed je tandjes te blijven poetsen. Zodat jullie allemaal geen gaatjes krijgen. Dus goed blijven doen en lekker genieten van al het snoep. Mwah, van Huispiet. Wat ontzettend fijn, Huispiet, dat je dat eventjes kwam vertellen aan ons. Dat is echt een hele slimme boodschap van jou. Dankjewel. Ja. Wij gaan terug naar het kasteel. Huispiet, denk ik ook. Want als het goed is, dan zijn de Pieten daar heel druk met het inpakken van alle pakjes. Heeft er iemand plakband? Ja, hier. Check. Plakband. Zo, Pieter Wazen, gaat alles goed met jullie? Ja hoor, jullie zijn lekker bezig, zeg. Ja. Hoeveel pakjes moeten we eigenlijk nog inpakken? Volgens mijn checklist zijn dat er nog 112.342, hoofdpiet.
Zoveel? Dan staan we met de kersenmussen staan we nog in te pakken. Nou ja, als we allemaal even ons best doen en even doorgaan. Ja, hoofdpiet. Dus jij ook de handjes uit de mouwen, alsjeblieft. Juist, ja. Ja. Nou ja, weet je, wat moet, dat moet dan maar, hè. Ja. Daar gaan we. Oei, dat zijn wel heel veel pakjes die de pieten nog moeten inpakken. Ik hoop maar dat alles op tijd klaar is. Vrijdag, dan gaan we nog maar eens even kijken hoe het ervoor staat. Voor vandaag was dit hem weer. Natuurlijk sluiten we ook deze aflevering af met TikTok Piet, die een TikTok voor jullie heeft opgenomen op het liedje Hey Sinterklaas. En we gaan kijken welke Piet er vandaag weer met haar meedanst. Ik zeg alvast wel te rusten voor straks en tot vrijdag. Doeg! Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij